Dit is een stelling. De jongere generatie heeft het makkelijker dan de oudere generatie. Dat is een stelling. Hoe reflecteert u daarop? Ik denk dat elke generatie zijn main problems en zijn main issues heeft. En dat we of het moeilijker of makkelijker is niet kunnen beoordelen. Dat zijn waardeoordelen die de oudere generatie niet voor de jongeren kan maken. En die de jongeren niet kan maken over de oudere generatie. They are their own kind. Ik zou niet kunnen zeggen dat die jongeren het makkelijker hebben dan wij het hebben gehad. Ik kan niet zeggen dat ze het moeilijker hebben. We hebben onze problemen gehad, zij hebben hun problemen. Ja. Ja, wat natuurlijk een groot verschil is, is dat de jongere generatie, die zal meer dan wij zelf heel veel te maken hebben met de effecten van klimaatverandering. En dat is echt een opdracht om dat aan te gaan. Een ander stukje, denk ik ook, is dat... En dan kom ik weer terug op dat boek van Thomas Friedman, The World is Flat. De jongeren hebben nu de mogelijkheid om at the tip of their fingers eigenlijk informatie te krijgen. Alles is te downloaden, maar ook om hun eigen identiteit, hun eigen ideeën te uploaden en kenbaar te maken aan de wereld. En ik zou dan niet automatisch daarmee willen zeggen, het is makkelijker of moeilijker. Inderdaad, zoals u zegt, van het is moeilijk om twee verschillende tijdvakken met elkaar te vergelijken. Maar ik denk wel dat ze unieke kansen en unieke bedreigingen hebben. Nou, en vroeger, ik weet niet of ik het nog steeds doe, hoor. Maar aan het einde van, als ik ergens een PowerPoint slide moet presenteren, dan heb ik aan het einde heb ik altijd een quote in mijn laatste slide die ik gebruik. Je bedankt iedereen. Maar dan heb ik altijd een quote die ik gebruik. En die quote is van Jules Michelet, een Fransman, een dichter. En hij zegt, in het Engels vertaald, every epoch dreams its successor. En dat betekent in het Nederlands, elk tijdvak droomt over dat wat komen gaat. Ja. En ik denk dat, het is nu denk ik niet echt relevant om te gaan zeggen van of ze het nou moeilijker of makkelijker hebben. Ze hebben allemaal hun eigen uitdagingen en kansen. Maar er moet inderdaad over nagedacht worden van, hey, wat willen we dat komen gaat? En ik denk dat dat heel belangrijk is. Er is altijd een continuïteit. Ik bedoel aan de oude filosoof Thomas More. Hij heeft altijd gezegd, de toekomst is configuratief altijd in het heden aanwezig. Maar het kan slechts vanuit het verleden worden verklaard. Ja? Die lijn moet je zien, dan kan je dus die continuïteit in het geheel zien. En dan kun je ook afwegen van de inspanningen die men moet opbrengen om bepaalde confrontaties aan te kunnen gaan of te kunnen ontlopen. Ja? Want vele mensen vergeten het. Als je voor een probleem wegloopt, moet je blijven weglopen. Ja. Ja, en je hele leven wordt gericht dan op het weglopen voor dat probleem. Maar als je anders wil, dan moet je dat probleem gaan bevechten en dat kan ook een hele levenskwestie worden. Maar dat is wat onze goede vriend Glenn Sankat Singh zegt, toch? Ja. Glenn Sankat Singh zegt dat de oorzaak van verandering vandaag ligt in de toekomst. Toch? Je wilt iets bewerkstelligen en dat betekent dat je vandaag een aantal dingen aan de dag moet leggen. Nou, ik wil je bedanken voor dit gesprek. Heel leerzaam, althans voor mij leerzaam gesprek. Ik hoop dat u er ook wat aan heeft gehad. Nou, wederkerig, Danny. Ik vind gesprekken met jou zijn altijd voor mij altijd erg dynamisch en bewegelijk. En voor mij stof tot dan. Zo denken ze erover. Hoe gaan we ermee verder? Ik heb er weer van genoten, ook van jouw visie op een heleboel zaken. En ik denk dat we op deze manier wel met elkaar kunnen voortgaan. Hè? Dat als dit de modus vivendi is van oudere en jongere generaties in Suriname met elkaar, ons niveau in onze disciplines, dan ziet het er voor Suriname helemaal niet slecht, maar eerder heel goed uit. Heel goed uit, inderdaad. Ja, okay. Fully agree. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.